inderdaad de wens om met kunst aan de gang te gaan en op een compleet andere manier dingen te gaan doen als wat ik het verleden al gedaan heb. Ik maakte wel kunst, maar nou was mijn droom om allerlei mensen te verbinden en hier een spiritueel centrum van te maken. Ik ben Ronne Brouwer en ik hou van kunst, van heel veel verschillende vormen van kunst. En ik wil graag iedereen laten zien hoe prachtig dat kan zijn. Het heeft een aparte naam, Kunst en Cappuccino. Kunst, dat is een belangrijk stuk van deze winkel. Maar cappuccino is een knipoog naar Italië. Het gaat me ook om dat je kunst niet al te serieus neemt. Dat je geniet van alle dingen die er zijn. Dat je geniet van de schoonheid. Italianen kunnen dat als de beste. Het belangrijkste is dat het een ontmoetingsplaats is. Je kan allerlei mensen hier ontmoeten tijdens workshops, tijdens lezingen. Tijdens een kop koffie wat je hier drinkt. Het mooie is dat mensen met elkaar in gesprek raken. En dan gingen die mensen zitten op kisten zoals dit. Verhalen vertellen, heimwee naar vroeger. Die drummers, die tikten op het instrument, de ritme. Aan de binnenkant van die doos zitten snaren. En die maken dit geluid. En die zetten we dan in elkaar. Je kunt die spullen in vervoeren. Ik kan gewoon dingen, ik kan er in de tuin ophangen, komt een uil erin misschien. En het mooie is, je kan erop gaan zitten. Hij is van karton, maar hij is reuze sterk. Schilder uit je hart. Dat is met een grote penseel, een grote kwast, een grote paletmessen. Dan trek je een inzichtkaartje bij mij. En dan krijg je daaruit een kleur. Met die kleur ga je werken. En vanuit die kleur ga je werken vanuit je hart. En je gaat dus op ontdekkingsreis in jezelf. En ik geef de workshop rouw en heling. Dus dat betekent eerst een boekje maken voor de overledene of voor het verlies. Welk verlies dat dan ook is. Het kan ook verlies van gezondheid zijn. En dan maak ik eerst een doekje daarvoor en dan zet ik je eigen kracht. Dus dat is de tweede workshop. Ik ben Natasja. Mijn vak is image consultant. Ik doe niets anders de hele dag dan mensen de beste kleuren uitzoeken. Beste materialen, beste contrasten, al dat soort dingen meer. Eigenlijk is het zo dat op het moment dat je de kleuren, de contrasten en de materialen draagt die bij je horen, ga je automatisch stralen. En dat is eigenlijk waarom ik mijn bedrijf zo genoemd heb. Het tegenovergestelde gebeurt op het moment dat je kleuren of materialen gaat dragen die niet bij jou horen. Dan ga je er onnodig mat uitzien, de oogjes worden dof. En de haarkleur doet niks meer. Nou, dus het is mijn nobele taak, dagelijks werk, om mannen ook, hè, niet alleen vrouwen, ook mannen, maximaal op de kaart te zetten. Je bent met een blauwdruk op de wereld gekomen. Het enige wat ik doe tijdens mijn consulten, en wat ik ook probeer te gaan doen met jullie in de workshops die ik ga geven, is datgene waarmee jullie op de wereld zijn gekomen onderstrepen. Ik ben zeer geïnspireerd fijn schilderen, realistisch fijn schilderen. Dus ik geef een zomerworkshop. En in het beginsel leer je realistisch schilderen. Dus dat je een eitje zo van het schilderijtje kan pakken, zeg maar. En je hoeft niet te kunnen tekenen, het gaat zelf. Wij zijn Maureen Vogel en ik ben Tammy Maduro en wij zijn samen Zet Jezelf op 1. Ik ben medisch antropologe, dus ik ben sociaal wetenschapper. Ik onderzoek het gedrag van mensen, waarom doen we toch wat we doen met z'n allen en vooral ook hoe komen we van rare dingen af die we niet nodig hebben. En Maureen is coach. Nou, Zet Jezelf op 1, dat is een vrij prikkelende bedrijfsnaam. Hè. Als wij dat zeggen, dan hebben mensen zoiets van nou, is dat niet heel egoïstisch en ho. En dan zeggen wij nee, want als jij je goed voelt, als jij happy bent, dan straal je dat ook uit. En als jij niet goed in je vel zit omdat je in de verkeerde baan zit of in de verkeerde relatie of je bent gefrustreerd, ja, dan word je er niet leuker op. Dan ga je snauwen en dan plukt de wereld om je heen daar ook niet de vruchten van. Nou, er zijn best wel heel veel mensen die last hebben van stressen. En dat kan komen omdat ze het één veel en veel te druk hebben. Wellicht herkenbaar, al die ballen in de lucht, kinderen, relatie, je werk. Nou, noem alles maar op. En als we wat ouder worden, hebben we misschien helaas ook nog een mantelzorgtaak die daarbij komt. Of je zit in een situatie waar je gewoon heel ongelukkig van wordt. Dat kan een, wat Tammy net al zei, een verkeerde relatie zijn. Dat je denkt, ik had het me toch net even anders voorgesteld. Helemaal in het begin, vroeger. Of je zit in een baan waarvan je denkt, oh, ik krijg het er toch niet helemaal lekker uit hier. Wat doe ik hier? Maar omdat je in die situatie zit, zie je eigenlijk niet de mogelijkheden die je
die je zou kunnen benutten. En dat is zo jammer. Nou, wij zijn hier volgende week. Donderdag geven wij een workshop. En ontzettend leuk als jullie op bezoek komen om te leren hoe je jezelf op één zet. En tijdens de workshop dagen we je op een luchtige en humoristische manier uit om dat te doen. We behandelen een stukje theorie en we gaan ook aan de slag. Je doet wat korte oefeningen en we hebben het met elkaar erover van hoe ga jij jezelf nou op één zetten. Zodat je die leuke, energieke persoon, sexy persoon wordt die ergens begraven ligt onder al die stress. En die willen we weg hebben. En want die zit erin, hè? Want die zit erin, ja. Soms wat dieper, maar hij zit erin. En want is het niet mooi als we allemaal op deze wereld zijn om onze unieke zelf die wereld in te gooien met respect voor de ander. Maar we hoeven niet allemaal klonen te zijn van elkaar. Juist die unieke eigenschappen, het feit dat je jezelf mag zijn, dat is wat de bedoeling is wat ons betreft. Het is in de Gierstraat, nummer 8. Het is het meest fantastische straatje hier in Haarlem met allemaal bijzondere winkels. Ik zit hier vlak bij de botermarkt. De winkeltijden zijn van 12 tot 6. Van 's ochtends tot 12 uur zijn er workshops. En na 6 uur zijn er ook allemaal workshops. Dit wordt gewoon leuk.